Het expertisecentrum Volwassenen is een heel groot expertisecentrum. Het bestaat uit verschillende diagnosegroepen. We hebben klinische bedden en we hebben polyklinische behandelingen. De speerpunten die we hebben zijn vooral beroerte, de ziekte van Parkinson, traumatisch hersenletsel en multiple sclerose. Daarnaast hebben we nog andere diagnosegroepen. De leeftijdscategorie is divers en je zou kunnen zeggen die is van de jongvolwassenenleeftijd tot in de 80. We hebben zowel individuele behandelingen, met name gericht op de verschillende diagnosegroepen. We hebben heel veel groepsbehandelingen. Tuingroep, kookgroep, loopgroepen, zitgroep, tafelgroep, eetgroep, muziekgroep. Nou, ontzettend veel. En daarnaast dus een aantal speciale dingen. Het zwembad is natuurlijk belangrijk, klimband. En wat toenemend ook in de belangstelling staat, dat is de tai chi. En bij die tai chi kunnen de mensen ook vooral in hun lichaam weer komen. En je ziet dat bijvoorbeeld hun balans verbetert, hun zekerheid in bewegen. Dus dat geeft heel veel baat. De gangen zijn hier ontzettend leuk. We hebben ook allerlei testen uitgezet. Fietsen in de gangen, rolstoelrijden kan je er leren. Ook buiten allerlei mogelijkheden, waarop je op steentjes kan lopen, in zand, op hobbellegterrein, op vlakterrein. En daar kan je dus in verschillende situaties het lopen oefenen en ook de balans. Als mensen hier verblijven, krijgen ze een hele mooie eigen kamer met een eigen computer en televisie in één. Wat ook heel erg mooi is, is dat ze een communicatiesysteem hebben met de verpleegkundige. En dat betekent ook dat je kunt praten met die verpleegkundige. En juist dat persoonlijke contact maakt ook dat dat voor een patiënt heel prettig is. Ik denk de sfeer in dit centrum, die is ook heel open. Ook tussen behandelaars onderling. Maakt dat er een sfeer is die we ook graag naar de patiënten willen vertalen. We vinden het leuk als patiënten goed met elkaar omgaan, maar ook natuurlijk met de behandelaars.